In de coachings gaat het eigenlijk best wel vaak over werk. En is natuurlijk ook logisch. Want werk is toch iets wat je elke dag doet en wat natuurlijk gewoon een belangrijk deel van je leven is. En veel mensen lopen er wel tegen aan dat ze of hun werk niet leuk vinden of dat er omstandigheden zijn op het werk. Hoe dingen geregeld zijn bijvoorbeeld, waar ze enorm van balen. En dan is de aanmelding vaak van ik wil weg bij mijn huidige baan en wat moet ik dan nu doen? Op zich kan dat ook best wel een goed plan zijn. Als je het gewoon echt, echt ontzettend niet meer leuk vindt. Of ja, je voelt je ook niet veilig op wat dan ook. Of je hebt er gewoon echt enorm veel last van de omgeving waarin je werkt. Dan kan het gewoon een goed plan zijn om weg te gaan en een andere baan te zoeken. Maar over het algemeen zou ik jullie aanraden dat als je daar ook tegenaan loopt, dat je misschien toch wat tijd en energie investeert in het kijken van waar loop ik nu echt tegenaan? Wat vind ik nou zo vervelend en waarom? En hoe zou ik mezelf toch nog kunnen versterken daarin? Dan met name in de manier waarop je daarmee om zou kunnen gaan. Want wat er dan namelijk gebeurt is dat je mocht je dan daarna wel naar een andere baan gaan, dan doe je dat wel gewoon sterker. Dan heb je gewoon geleerd hoe je met bepaalde omstandigheden zou kunnen omgaan. Want het kan best wel zijn dat in een volgende baan die eerst heel leuk lijkt, dat je daar ook tegen een aantal omstandigheden aan gaat lopen die gewoon wat minder leuk zijn. Mocht het kunnen dat je dat... Dat nog kan in je huidige baan en je voelt daar nog enigszins de energie voor, dan zou ik het je wel aanraden om daar eerst eens naar te kijken. Zodat je gewoon met een soort positieve energie naar je volgende baan gaat.